Goedemiddag iedereen. Op deze heerlijk warme vrijdagmiddag. Ik zag al wat mensen binnenkomen. Ik denk niet dat het heel erg druk is, want volgens mij zit iedereen op het strand of zo. Maar misschien kijk je wel lekker gewoon mee vanuit je tuin onder de parasol. Of heb je de koelte opgezocht? Dat kan ook, want ik vind het echt al flink warm vandaag. Nu kan ik er ook niet zo heel goed tegen, dus ik ben niet echt een hele goede graadmeter wat dat betreft. Maar leuk dat jullie er zijn. Welkom bij de Kijkkast. Mijn naam is Annette Elias, voor wie mij nog niet kent. En vanmiddag ga ik weer in een Kijkkast live een aantal leuke projecten maken. Met de stempelset die door de volgers van mijn Facebookpagina de Kijkkast is uitgekozen. En het was een vrij unanieme keus deze keer, dus het was niet moeilijk. Even kijken of er... ik zie alweer meer namen binnenkomen. Hallo Anna, hallo Annette, hallo Loretta, hallo Doreen, hallo Ellen, Brenda, Gerda, Annelies, Jolanda. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Dat is wel zo gezellig natuurlijk, hè? Nou, het was een beetje een gekke week. Want begin deze week kwamen de laatste kanslijsten uit. Hier heb je ze. Van de mini-catalogus. Eind van de maand is deze catalogus afgelopen en een aantal producten gaan mee naar de nieuwe catalogus, maar een aantal ook niet. En heel veel van deze producten zijn met enorme korting nu te bestellen, dus het liep echt flink storm. En dat is altijd, vind ik altijd een beetje een gekke tijd. Omdat je dan in zo'n tussenperiode zit, dat dingen eruit gaan en dat er weer nieuwe dingen bij zijn. En vandaag ga je ook iets terugzien uit de mini-catalogus, wat uit de collectie gaat en wat je nu met een leuke korting kunt kopen. Dus ik vond het leuk om dat nog even te laten zien, want dat past er toevallig heel goed bij het project wat ik onder andere in gedachten had. Hoi Betty, leuk dat je er ook bent. En ik mix gewoon lekker en ik heb de stempelset, nou ja, daar was ik al verliefd op, maar die heb ik nu echt uitgebreid kunnen verkennen. En het was weer lastig om te stoppen, zal ik maar zeggen, want er is zoveel leuks mee mogelijk. Nu is het ook wel echt een set waar ik, die bij mij past, zeg maar, omdat het een leuk thema is en de stempels zien er ook geweldig uit. Ik ga even de nieuwe catalogus erbij pakken. Dit is de nieuwe jaarcatalogus. Die gaat mee tot en met april 2022. En die is vanaf mei geldig. En in deze catalogus staat ook de set die we vandaag gaan gebruiken. Ik zal hem even open doen en de camera meteen even omzetten. Want dan kunnen jullie het ook even beter zien. Daar is hij. De set heet What's Cooking. Hij staat op bladzijde 34 van de nieuwe jaarcatalogus. En het is een prachtige stempelset, helemaal in het thema van koken, eten maken, met lepels, spatels, mes, deegrol, pannetjes, een grote mengschaal. Kun je zien als kokmutsjes, maar het zijn ook van die dingetjes die je om de pootjes van een kippenboutje doet als je ze uit de oven haalt. Dus die kun je op meerdere manieren gebruiken. En hier hebben we een peper- en zoutmolen, wat gesneden groenten en een aantal ontzettend leuke teksten. Sending you a dash full of kindness and a spoon full of love. Dat is natuurlijk super leuk. Happiness is homemade and for you and what's cooking. Super leuk deze set. Nou, dan zitten er ook fantastische dies bij. En behalve dan een heel aantal figuren uit de set, kun je daarmee ook een aantal extra elementen uitstansen.
En ik zal jullie gewoon de set even laten zien, want hij is echt super gaaf. Dus ik ga deze even opzij leggen. Dan hebben we hier onze stempelset van vandaag. Ik heb een beetje vertraging op mijn beeld, dus dan kan ik niet zo goed zien of ik... ja, zo is het beter. Ik heb zo kan ik zien of ik het goed in beeld hou. Dan kan ik het net zo zien als jullie. En hier zie je goed alle details. Bijvoorbeeld in de schaal zie je die schaduw erin. Eva moet even scherp stellen. Dat zie je ook bij die peper- en zoutmolen. Het is gewoon allemaal heel realistisch gemaakt. Het is een distinctive set met ontzettend veel mooie details erin. Nou, wat echt een hele mooie bonus is aan deze set zijn de cooking dies. Die hebben we hier. Nou, dan hebben we hier natuurlijk een heel aantal elementen die passen bij de stempelset. Maar dan heb je ook een ontzettend leuk extra snijplankje met houtnerfje erin. Nou, dat vind ik dus echt helemaal te gek. Dan hebben we hier nog een open spatel. Een spatel. Ik heb er geen ander woord voor. Hier nog een garde die ontzettend leuk is. En nou, volop mogelijkheden dus. En ik kwam eigenlijk op steeds meer ideeën. Dus ik heb geprobeerd weer van alles wat te maken. Mocht je deze video overigens kijken op YouTube, ook van harte welkom. In dat geval vind je in de beschrijving onder deze video een link naar mijn blog, waarin alle foto's van alle projecten duidelijk bij elkaar staan. Ook een overzicht van de gebruikte producten. Dus deze video komt straks op YouTube te staan. Nou, en op mijn blog dus. Met duidelijke foto's van wat ik maak. Mocht je de video leuk vinden, zou ik het natuurlijk heel leuk vinden als je mij een duimpje of een reactie geeft. En natuurlijk is het leuk als je je abonneert op mijn YouTube kanaal. Omdat ik dan op den duur meer mogelijkheden krijg binnen YouTube. En makkelijker en meer filmpjes voor jullie kan gaan maken. Nou, ik ga dit wegleggen, want we gaan gewoon lekker beginnen denk ik maar. Hè? Ik neem net een slokje, want het is echt warm weer. Dus we moeten goed blijven drinken. Ik doe even mijn extra lampje aan. En dan zijn we gereed om te beginnen. Nou, ik dacht, ik begin gewoon lekker simpel. En ik had een leuk idee. Want ik dacht, ik moest lachen toen ik de deegrol zag. Dan krijg ik altijd, ja dat heb ik altijd. Dan krijg ik daar grappige associaties bij. Van, je kent wel dat... die scène uit stripverhalen of tekenfilms, dat iemand achterna gezeten wordt met een deegrol. Nou, dat idee, dat heb ik dus even verwerkt in een idee voor een kaartje. Dus ik ga de deegrol stempel erbij pakken. En een stukje basic white cardstock. Even een goed blokje. En dan begin ik gewoon met een achtergrond te maken. Op dit stukje cardstock met de deegrol. En dan neem ik de Crumb Cake inkt. Want dat vind ik een inkt die daar goed bij past. Dat is een beetje zo'n houtkleurtje. En ik ga proberen een beetje zo de hele oppervlakte te vullen. En ik draai af en toe mijn deegrol stempel om. En ik ga proberen een beetje richtingen af te wisselen. En dan zie je al dat mooie detail wat in deze stempel zit. Hier laat ik even een stukje zien. Je ziet mooi die houtnerfjes die erin zitten. Ik heb niet helemaal netjes gestempeld, maar dat geeft niet. Want voor een groot deel gaan we deze achtergrond nog weer afdekken. Ik ga ook even de randjes een klein beetje kleuren. Dan neem ik dus mijn blending brush erbij.
En nogmaals mijn crumb cake inkt. En dan ga ik ietsje de randjes aanzetten. Hallo Miranda. Leuk dat je er ook bij bent. Zo. Het leuke van dit mooie weer vind ik trouwens dat je allemaal weer meteen nieuwe ideeën krijgt. Je hoofd denkt gewoon sneller aan andere dingen. Aan vakantie, aan buiten en zo. Dus ik kom gewoon weer op andere ideetjes deze keer. Ik zie hier nog een open plekje, dus daar stempel ik nog even een stukje deegrol. Dan is deze eventjes klaar. Die leg ik eventjes opzij. Even zoeken naar het zakje met spulletjes. Want ik ga hier nogmaals een deegrol opstempelen. Die ik straks ga uitstansen. Nou, echt fraai al dat detail. Nou, dan ga ik ook even een tekst zoeken. Maar ik had een tekst genomen uit een andere stempelset. Ik vertelde al, ik kreeg er allemaal gekke ideeën mee. En ik moest ineens denken aan deze stempelset. Aan deze tekst, want hier zitten allemaal hele grappige teksten in. En hier staat bijvoorbeeld... Sorry. Sorry dat ik zo goed ben in het vergeten van belangrijke data. Dus dat is leuk als je iemand vergeten bent een kaartje te sturen. En nou, dat is gewoon leuk om dan even een sorry kaart dat je op je kop verdiend hebt. En dat je dus eigenlijk een tik met de deegrol verdient. Dus dat was eigenlijk het idee wat erachter lag. Maar ik ga dus die tekst ga ik even stempelen. Maar ik wil eigenlijk, sorry dat ik zo goed ben en in het vergeten van belangrijke data, wil ik even los van elkaar hebben. En die staan op één stempel. En ik denk dat ik dat wel vaker zal gaan doen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb even wat stempelchirurgie toegepast. Ik heb namelijk gewoon die stempel in twee geknipt. Er zit genoeg ruimte tussen, dus dat kan heel goed. En als ik wil, kan ik ze zo weer tegen elkaar leggen en stempelen alsof het één is. Dus zo heb ik gewoon meer aan mijn stempeltje. Nou, sorry dat ik zo goed ben. Die ga ik eerst even stempelen. En dan ga ik dat tekstje van in het vergeten van belangrijke data, die ga ik even losstempelen. En die doe ik even aan de rand van mijn papier, want dan kan ik hem makkelijk straks even uitsnijden. En ik heb expres geen bijpassende tekst gedaan. Ik vind hem niet helemaal mooi, dus ik doe hem even opnieuw. En ik heb expres geen tekst van alsnog gefeliciteerd, want die kan ik dan later op de binnenkant zetten. En dan kan ik deze kaart nog voor meerdere dingen gaan gebruiken. Komt ongetwijfeld een moment dat ik een keer vergeet een kaartje te sturen. Ik zal ze weer even bij elkaar doen. Zo. Maar dit is dus een ontzettend leuke stempelset met een knipoog heet die. Het is een nieuwe set uit de nieuwe jaarcatalogus en daar staat vol met superleuke teksten. We gaan er straks ook nog een keer eentje gebruiken. Sorry dat ik zo goed ben. Die ga ik uitstansen en daarvoor heb ik even zoeken. De Tasteful Labels dies erbij gepakt. En met deze stans ga ik mijn tekstje uitstansen. En dan pak ik natuurlijk ook even de stans voor de deegroller erbij. Even kijken. Hier. Zo. Nou, voor het gemak knip ik dit eventjes los.
een beetje te strak was geknipt. Dus ik moet even kijken of ik niet te dichtbij aan het knippen ben geweest. Per ongeluk in mijn enthousiasme. Ja, het gaat net goed. Die leg ik even weg. Die ga ik straks uitsnijden. Maak ik even ruimte. Dan kan ik mijn mini stamping cut en een brushmachine er even bij pakken. Mijn basisplaten erin. Mijn eerste plaat. Dan ga ik eerst even de deegrol uitstansen. Zo. Miranda is net terug van het winkelen. Die moest korte broeken halen met de kinderen, zie ik hier. Ja, dat is ineens heel hard nodig, hè? Ja, echt leuk. Zo, een uitgestanste deegrolletje. Nou, dan begin ik met mijn tekst. Het is eigenlijk natuurlijk een beetje een foute tekst. En dat maakt hem ook zo grappig. Hoeft niet altijd even serieus op een kaartje, vind ik. Zo, mag die weer eventjes opzij. Maken we weer even een beetje ruimte. Hier mijn deegrol en mijn label. En nu heb ik ook een extra label gestanst. Met dezelfde stansset. Even kijken waar ik nu het goede... Oh, hier ligt die. Deze stans die komt ook uit de Tasteful Labels Dies. Dat heb ik alvast even voorbereid, voorgestanst. Dan kan deze hier straks opkomen. Dan heb je leuk een contrast met je basiskaartje. En die ga ik ook weer heel licht aanzetten met de blending brush. En ik kijk even of er nog genoeg op zit. Want ik wil het echt heel subtiel laten. Deze manier. Begint dan op een kaartje te lijken. Ik vind ook het leuke van dit kaartje. Dat hij echt naar iedereen kan. Man, vrouw. Maakt allemaal niet uit. Jong, oud. Dan heb ik hier een stukje crumb cake cardstock. Daar heb ik net die label natuurlijk uitgestanst. En die komt straks hierachter. Dan zie je dat alles al een beetje naar elkaar toe komt. Dan moet ik natuurlijk nog even die teksten uitsnijden of uitknippen. Pak ik even mijn stamping trimmer erbij. Nou, gewoon een klein beetje meer af. Nou, knip hem al even bij, want het is ietsje aan de brede kant nog, vind ik. Heb ik in ieder geval even een houvast. Ik maak hem ietsje smaller, ietsje fijner. Mooi in verhouding met de tekst. En die knip ik aan beide einden schuin af. Zo, alle restjes even opzij. En dan is mijn kaartje al bijna klaar. Want ik kan zo alle onderdelen in elkaar gaan zetten. Nu vind ik het leuk om hem nog een beetje aan te kleden. Dus ik heb hier het twine. Dit is het Baker's Twine Essentials Pack. Nou, dat gebruik ik heel veel. Dat heb je denk ik al op meerdere kaartjes voorbij zien komen.
Dan vind ik het leuk om op die ene losse deegrol even iets geks te doen. Even opnieuw. Zo, heel klein strikje ga ik maken. Zo, even kijken of dat leuk in verhouding is. Ja, dat is een goede maat. Die ga ik er even met een glue dotje op doen. Het is natuurlijk maar een heel dun draadje, dus ik sla die glue dot even dubbel. En dan doe ik mijn knoopje van mijn strikje er even op. En dan kan die zo op mijn deegrol komen. Heb je hem net even een klein beetje opgeleukt? Ik vond het wel grappig zo op deze manier, even zo. En dan gaan we natuurlijk de kaart verder even compleet maken. Nou, ik ga eerst deze labels alvast even op elkaar doen. Dan neem ik even dimensionals voor. Hallo Monique, leuk dat je er ook bij bent. Even recht zitten. Zo. En dan ga ik hier om mijn kaart ga ik ook nog even wat van dat twine doen. Dan plak ik hem eerst even op deze basiskaart. Of het onderlaagje moet ik zeggen. En dan moet ik natuurlijk niet in het midden gaan plakken. Want daar zit niks. Dus daar heeft hij ook geen houvast. Maar dat hoeft ook niet. Aan de rand is meer dan genoeg. Zo. En dan neem ik mijn bekerstwine. En ik ga er aan de voorkant geen strikje doen deze keer. Omdat ik dat al op mijn deegrol heb gedaan. En ik wil dat daar een beetje de focus op valt. Dus ik ga een beetje zo kriskras ga ik knopen of wikkelen en daarna ga ik hem aan de achterkant even knopen. Geen strikjes deze keer. Zo. Even een beetje leuk verdelen. En dan kunnen de uiteinden even ingekort worden. Het ongeveer even hoog zit, maar ik wil het niet altijd te symmetrisch. Want ik vind het leuk staan als het een beetje ja, willekeuriger uitziet. Deze ga ik hier opplakken. Dat ga ik ook weer met dimensionals doen. Zo. Ik vind dit toch wel de ultieme vorm van boetedoening. Als je toegeeft dat je eigenlijk met de deegrol moet hebben. Oh, oh, oh. Ik ga deze tekst ga ik hieronder doen. En die doe ik even met mini dimensionals. Zo. Deze mag hierheen. Want ik wil ook echt dat hier de focus op valt. Dat iemand denkt van sorry dat ik zo goed ben, pardon. En dan lees van oh, haha, dat effect. En dan ga ik hier straks de deegrol plakken. Of hier. Even kijken wat ik leuker vind. Ik denk dat ik het misschien hier leuker vind vanwege het strikje. Het komt leuker uit.
Dus dan ga ik aan de in het midden een klein beetje lijm doen. En hier even een mini dimensional. Nee, ik moet even mijn minis hebben. Die ligt hier. En hier een klein beetje lijm. Dan heeft hij 3 hechtingspunten, dus dat zal genoeg zijn. En dan ga ik deze hier zo een beetje schuin overheen plakken. Terwijl de tekst vrij blijft en dat die dimensionals goed het randje raken. En zo. Alle restjes er even weg. En dan zijn we toe aan het afronden natuurlijk. Ik doe even mijn stansje terug. Anders kan ik straks niets meer vinden. En dan ga ik deze nog even lekker fris op een stukje of een basic white basiskaart plakken. Als volgt. Dan heb ik weer even mijn grote dimensionals nodig. En door je tussenlaagje te gebruiken om iets uit te stansen, spaar je natuurlijk ook je papier uit. En het scheelt je ook gewicht met verzenden. Nou, ik ga lekker ook deze lekker verhoogd opplakken. Nou, ik zie af en toe wat mensen erbij komen. Even kijken. Gezellig dat jullie aansluiten. Leuk. Zo. En ik weet ook dat een aantal mensen hebben aangekondigd dat ze hem later gaan kijken. Nou, dat is natuurlijk ook helemaal prima. Nou. Dan is dit mijn eerste kaart geworden. Met de deegrol. Ik vond hem wel heel grappig. Nou, we zijn basic begonnen. Dus ik ga nu even lekker een stapje verder. En ik ga nu eigenlijk lekker de wat zoetere kant op. Ik ga even mijn bakje reorganiseren. En ik had besloten om nu met lekkere zoete kleurtjes aan de gang te gaan. Maar wel echt het keukengevoel proberen te krijgen. Nou, ik heb hier een stukje designpapier genomen. Dat komt uit dit pak designpapier. Dat is het Suttles 6x6 inch Designer Series Paper. We hebben zulke pakjes van alle kleurenfamilies en in colors die er in de collectie zijn. Elk jaar komen er nieuwe designs. Nou, dit zijn designs van dit jaar. Er zitten van elke kleur 4 verschillende printjes in. En die vind je ook in zo'n pak. Vind je dus echt van alle kleuren. Vind je wat. Op deze manier. Verschillende printjes en in alle kleuren. Uit die familie. In dit geval van de pasteltinten. Nou, dit is de kleur Pool Party. En die vind ik altijd heel erg leuk staan bij Real Red. Daar krijg je altijd een heel fris effect van. En daar heb ik bedacht om hier een klein paneeltje op te doen. En daar wil ik een beetje een keukengevoel straks aan geven. Maar ik ga gewoon beginnen met wat leuke accessoires. Die ik in mijn keukentje straks wil gaan plaatsen. Ik zal mijn deegrol nog even terug doen. En ik vind bijvoorbeeld deze grote schaal vind ik helemaal leuk. En die ga ik natuurlijk stempelen in Real Red. Want dat steekt heerlijk af bij de kleuren van dit designpapier. En dat laten we straks natuurlijk ook nog een keertje terugkomen hier en daar. Ik beïnkt hem goed, maar niet drukken. Gewoon rustig. Maak ik even een proefdruk. Ja, helemaal goed. Want je ziet dan alle mooie details in de stempel.
Kijk eens hoe leuk dat detail is. Het licht en donker. Dat wat donkerder rode randje erin. Helemaal leuk. Nou, dan wil ik ook even iets hebben om in die schaal te roeren. Leek mij een leuk idee. Dus ik had gedacht, ik ga die spatel nemen. Of die lepel, kan ook. Wat zullen we doen? Ik ga de lepel doen, want ik heb daar een leuk ideetje mee. Nou, dan ga ik die lepel stempelen en dan neem ik de kleur Grey Granite voor. Die moet ik even zoeken, hier. Omdat dat een beetje een grijs beige tint is en die past mooi hierbij. Daarmee ga ik deze houten lepel stempelen. Super leuk die stempel met heel veel relief er ook in. En dan ga ik op mijn witte paneeltje, het is een heel klein paneeltje, maar daar gaan we straks nog wat leuks mee doen. Daar ga ik even een leuke tekst mee tekst op stempelen. En ik denk dat ik deze wel leuk vind, want dat vind ik dan weer leuk bij die love tekst. Sending you a dash of kindness and a spoonful of love. Vind ik helemaal schattig, die tekst. En die ga ik hier in de linkerbovenhoek stempelen. En ik ga daar denk ik de kleur Memento Black voor nemen, want dan krijgen we een goed duidelijk leesbare tekst. Misschien even met mijn haren in beeld, maar dan kan ik even recht van boven kijken. En dan kan ik beter zien of ik recht stempel en op de goede plek. Want ik zie nu in de vertraging dat het vrij goed ging. Zo, dan mag die weer terug. Nou, dan ga ik de stansjes erbij zoeken van de kom en de lepel. Die alvast uitstansen en met deze had ik een leuk idee, want ik wil natuurlijk dat keukengevoel krijgen. En ik herinnerde mij deze nieuwe set embossing folders, de checks and dots embossing folder. En natuurlijk is zo'n checks embossing folder heel leuk om een beetje als een soort tegeltje te dienen. Nou, je ziet hem hier wat duidelijker. Dat is deze. Dan heb je dus mooi het vierkantjes relief erin. Dus dat ga ik straks ook even meteen doen. Moet wel netjes recht leggen. Ja. Dus die leg ik eventjes opzij. En dit leg ik eventjes opzij. Want dan pakken we de stansmachine er weer bij. Stamping cut en embossing machine. Dan gaan we eerst maar even stansen. We hebben bij deze set meerdere platen, dus je kunt er ook mee embossen. Dat zal ik straks even laten zien. Even kijken, ja, dat ligt goed. Zo. Hier hebben we die leuke schaal. Even kijken, daar is de camera. Hier is de schaal. En dan ga ik hier nog even de lepel pakken. Ik neem even recht voor me, want ik
kan er anders niet lekker bij. Ik probeer het altijd overdwars te doen, omdat jullie het dan kunnen zien. Maar het is voor mij echt in een bochtje werken. Dus ik ga even een stukje schuiven, want dan kan ik er gewoon beter bij. Dan gaat het wat makkelijker. Nou, die kan erop. Nu kan hij weer even in beeld. Dan heb je hier de lepel. Nou, die is ook weer super leuk. Nou, dan komen we aan het embossen toe. Je ziet hier op de plaat ook waar die voor is. Dit is voor het snijden. En dan hebben we hier de plaat voor de embossing folders. Staat er ook bij. Insert embossing folder met het scharnier eerst. En dan met twee platen. Eén plaat nummer 1. Ja, plaat 1 en plaat 4. We moeten plaat 1 hebben. Hier. Gewoon de gebruiksaanwijzing volgen. Dan gaat het gewoon het beste. Ik haal hem nog even doorheen. Volgens mij doe ik iets niet goed. Even kijken. Dit had. Ik had de plaat voor de 3D embossing folder en dit is de goede plaat. Nummer 3. Goed lezen wat erop staat, dan kom je er altijd weer uit. Hij is geëmbost. En dan zie je die superleuke tegeltjes achtergrond erin zitten. Nou, vond ik heel grappig, dus die leggen we ook bij de collectie. Wie het niet duidelijk was, je hebt twee van die grijze platen. Je hebt een dunnere, die gebruik je voor de 3D embossing folders. En deze gebruik je voor de gewone embossing folders. Dit is voor de 3D. Het staat er ook allemaal netjes op. Nou, dan heb ik mijn onderdelen bij elkaar. Zal ik die dies even op hun plek doen voordat we alles weer kwijt zijn. Zo. En dan heb je hier al een leuk geheel. Maar ik wil graag dat mijn lepel straks in mijn schaal zit. Dus ik wil hier een kleine inkeping maken. Zodat ik de lepel echt in de schaal kan zetten. En ik zie ook dat ik een beetje de die had verschoven. Dus ik knip even dat witte randje aan de bovenkant weg. En dan ga ik hier een klein openingetje maken waar de lepel in kan. Wat je ook kunt doen is de lepel gewoon afknippen. Zo, ik ga hier een klein openingetje maken. En dan past daar de lepel van achteren precies in. Op deze manier. Zie je? Dan lijkt het echt of hij in de kom aan het roeren is. Op deze manier. Dus die bewaar ik eventjes. Nou, vind ik dit een beetje kaal. Dus ik heb de Scalloped Contours dies erbij gepakt. Nou, dat is een set die zit helemaal vol met allerlei leuke rechthoeken met allerlei verschillende randjes. Met deze heb ik dus zo'n stukje alvast uitgestanst. En die heb ik hier.
En als je dat hierachter doet, dan krijg je ineens dat de boel wat meer aangekleed is. Ik vond het leuk om het kaartje op zich vrij rustig te houden. Ik wil straks die kom wil ik hier hebben. Dus die valt net buiten het labeltje met de tekst. En ik denk dat ik dat alvast maar even aan elkaar ga bevestigen. Ik ga dus hier even wat dimensionals achter doen. Dat doe ik zo. En deze plak ik alvast even op elkaar. En dan ga ik dit randje, die wil ik wat verhoogd doen, zodat hij wat meer opvalt. Door de hoogte krijg je natuurlijk een soort schaduwwerking eromheen. En dan krijg je gewoon extra effect van je mooie scalloprandje. Zo. Goed kijken of ik in het midden heb zit, of ik hem in het midden heb gedaan. En als dat goed zit, dan mag hij omlaag. Even een dubbel check. Je kunt altijd naar die ruitjes kijken of je recht gaat. Nou, dat ga ik. Dus dan ga ik hier, straks mijn kom plakken. Kan ik altijd kijken of ik nog iets extra wil straks. Maar ik ga gewoon deze alvast hier doen. Op de plek waar ik hem hebben wil. Misschien is het leuk om er nog een lepel bij te doen. Hier op de voorgrond. Kan allemaal. Maar ik ga deze alvast even bevestigen. En die wil ik ook weer iets verhoogd doen. Maar hij zit natuurlijk hier al verhoogd. Dus dat ga ik oplossen met mini dimensionals aan de onderkant. En daarmee zet ik meteen die lepel vast. Die haal ik eraf, die achterkantjes. En dan plak ik daar nog een extra mini dimensional bovenop. Zo overbrug ik zeg maar die extra hoogte. Dus die haal ik er dan ook af. De achterkantjes en dan komen hier gewoon grote dimensionals en daar komt er gewoon één, want die komen al op een verhogingtje. Kijk, zo los je dat op. Voor de zekerheid zal ik stevigheid en zekerheid zal ik ook achter de steel van de lepel er nog even eentje doen. Hallo Lisbeth, leuk dat je er ook bij bent. We zijn aan het kokkerellen met een kookset. Kijk, dan zorg ik dat die dubbele lage dimensionals, die komt precies onder dat paneel. En die enkele laag dimensionals, die komt precies op het paneel. En zo kun je hem toch overlappend plakken, dat hij ook hier verhoogd zit. Nou, en dan heb je een leuk geheel. Nu ga ik kijken of ik nog een extra lepel bij wil, want dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dus ik denk dat ik gewoon nog even een restje papier pak. Hier. En dan ga ik gewoon nog een extra lepel stansen. Vooral omdat die het lepel ook letterlijk genoemd wordt natuurlijk. Dan er precies nog bij. Daar meteen eventjes wat dingetjes op. Een
pak ik mijn stans er weer bij. De cooking dice stans. Dan ga ik nog even deze lepel extra uitstansen. Dat lijkt me ook hier weer leuk staan. Als extra aankleding. Dan heb ik nu weer gewoon mijn basisplaat nodig. Plaat nummer 1. Snijplaat nummer 1, het papiertje. Snijplaat, het nummer van de plaat is 2, maar je hebt er 2 nodig. Nou ja, ik leg het heel onhandig uit, heb ik al in de gaten. De eerste snijplaat, zal ik maar zeggen. Dat klinkt beter. En dan komt daarna nog de tweede snijplaat. En dan zijn we klaar om te draaien. Ik dacht dat hij verschoof, maar het ging goed. Zo. Daar hebben we de tweede. En die kunnen we leuk hier onderaan als extra aankleding gebruiken. Dat vind ik wel leuk om die erbij te nemen. Ja. Nou, die ga ik dan hier met een dimensional plakken en in het midden vlak. Dus dan heb ik weer even mijn mini dimensionals nodig. En dan doe ik in het midden een klein tipje lijm. Hallo Maaike, leuk dat je er bent. Zo, dan plaats ik die extra lepel hier. Ik vind het leuk als hij dicht bij die andere lepel zit. Bij die andere kom bedoel ik. En dan hebben we hier al een heel leuk tafereeltje. Ik vind het leuk dat die tekst weer even terugkomt. En ik vond dat strikje net al heel leuk. Dus ik ga ook hier iets van een strikje terug laten komen. Ik vind hier het twine mooi. Omdat het mooi bij de vergrijsde kleur van die lepel past. En ik ga even kijken hoe ik het ga doen. Ik denk dat ik het gewoon om de kaart heen ga doen. Dus ik ga hem even proberen of ik hem onderdoor krijg. En anders ga ik het op een andere manier oplossen. Kijk hoor. Wat heb je als je je plan verandert? Nee, ik ga hem eerst even op een tussenlaagje plakken. Wat ik had bedacht van Basic White. Dat is handiger. Hier is hij. Ja, zoals ik zeg, ik maak deze kaarten altijd een beetje spontaan. Ik heb het ongeveer in mijn hoofd. Maar ik vul ook altijd gewoon de rest aan terwijl ik bezig ben. Want dan zie je natuurlijk echt wat je hebt en wat je eventueel mist. Dus ik vind het leuk om toch iets met dat twine te doen. Ja, ik ga het hier onder de lepel doorhalen. Nee, ik ga het onder het paneel doorhalen, toch wel. Ga ik even voorzichtig die dimensionals even los halen. De bovenste alleen. Dan kan ik er precies langs. Haha, voor elkaar. Klein stukje lager. Nu zit hij vast in mijn dimensional stukje twine. Zo, het is me gelukt. Je ook nog even langs mijn lepeltje. Zo. En alles kan weer vast. Want hij kan er nu omheen. Zoals ik dat in mijn hoofd had. Ietsje langer. Dit is ons Line and Thread. Dat is een echte basis.
Dus een mooi neutraal en rustige aanvulling. Kan ik hem, de kaart straks verder nog een beetje versieren. Ik wil straks natuurlijk nog wat rood toevoegen. En dan mag hier best een lekkere rommelige strik komen. Vind ik wel passen bij de een beetje landelijke sfeer van de kaart. Dus iets langere uiteindjes laten. Het kan er altijd nog af als je later denkt, ik vind het toch iets te lang. Doe hem even netjes recht. En dan komt dit geheel komt op een Real Red basiskaart. Want dan komt dat rood meteen weer terug. En ik heb dat randje expres heel smal gehouden, zodat de kom extra opvalt. Nou, die ga ik vlak plakken. En dan ga ik straks nog in de decoratie nog wat rood toevoegen. Maar ik vind het leuk om het een beetje rustig te houden verder. Ik zoek even waar ik mijn versiering heb gelegd. Die liggen hier. Dat zijn de Red Rhinestones. Die vond ik er heel leuk bij. Lekker even een klein stofje rood. Dan ga ik even nadenken waar ik ze ga doen. Dat kan gewoon een beetje willekeurig. Maar ik vind het ook leuk om wat op die kom te doen. Dat ik echt de nadruk op de rode kom ga leggen. Of ik ga ze gewoon hier en daar doen. Ik denk dat ik het gewoon hier en daar ga doen. Ik maak er 5 van. Even kijken. Hier nog eentje. Gewoon even een klein toefje rood op de kaart. En dan heb je een leuk, een beetje landelijk getint kaartje met die Oud-Hollandse tegeltjes op de achtergrond. Zo zie je dat een beetje met een beetje strijklicht. Nou, dan is dat mijn tweede kaartje geworden. Gaan we die ook straks even opbergen. Hebben jullie tussendoor nog vragen misschien over de stempels die we gebruiken? Of de dies of iets anders? Dan ruim ik ondertussen weer even de boel op, want dan ben ik weer klaar voor de volgende kaart. Even kijken, alles wat voor gebruikt is, dat mag even uit de weg. Nou, kunnen we beginnen met de derde kaart. Nou, het leek me leuk om naar zo'n zoetig kaartje even meer de stoerdere kant op te gaan. Dus ik heb dat ook gedaan. En het leek me leuk om met allemaal naturel tinten te gaan werken. Ik heb hier een stukje soft suede, die mag straks, die heb ik nu nog niet nodig. Ik heb hier verschillende bruin tintjes en ik heb wat basic white en ik heb hier Sahara Sand, Grey Granite, dus allemaal verschillende bruin tintjes. Deze hou ik even apart, want daar wil ik straks een tekst op gaan stempelen. Maar het leek me leuk om hier wat mee te gaan doen, omdat ik een beetje dus de naturel kant op wil. Nou, waar ik aan in eerste instantie aan dacht, was aan deze superleuke houten snijplank. Dus daar ga ik mee beginnen. Dus die past precies op dit stukje Sahara Sand.
Nou, lijkt me leuk om ook even wat van die messen en andere gereedschapjes. Zo'n mes en zo'n spatel lijkt me wel leuk om die te gaan stempelen. Die stempel ik op dit stukje grey granite. Dan neem ik gewoon een donkere tint voor. Even kijken of. Nee, ik neem basic grey. Die is net wat donkerder. Want ik wil wat verschillende gereedschapjes hebben. De spatel. En dan het mes. Lijkt me leuk om die dan weer met Black Memento te stempelen. Dat ik echt wat verschillende items krijg. Maar dat blijft wel een beetje in dezelfde kleurenrichting. Even kijken of ik nog iets wil uitstansen. Ja, ik denk dat ik ook zo'n andere spatel ga doen. Daar hebben we een stans van. Van deze. Dus die opengewerkte spatel. Ga ik even kijken waar ik die uit zal gaan halen. En ga ik even kijken. Oh ja, die peper- en zoutmolen vond ik heel leuk. Dus die ga ik eerst even stempelen. Die ga ik dan stempelen weer op een stukje basic white. Dus ik ben nu eigenlijk allemaal onderdeeltjes aan het verzamelen. En ik gebruik hier gewoon altijd mijn restjes voor. Nou, die peper- en zoutstijl had ik al meer leuke ideeën bij. Maar dat ga ik later nog wel een keertje doen. Ik kon niet al mijn ideetjes vandaag tot uitvoering brengen. Even kijken of ik dat met die kleur doe. Of dat ik daarvoor soft suede ga nemen. Ik denk dat ik dat ga doen. Blijven we allemaal een beetje in dezelfde kleur serie hangen. Peper- en zoutstijl. Even kijken wat ik nog meer zal gaan doen. Oh ja, pannetjes wil ik nog wel even doen. Die drie kleine pannetjes. En die ga ik dan met basic gray stempelen. Ik heb straks dus heel wat uit te stansen. Want ik weet niet of jullie wel eens woonprogramma's kijken of een beetje de interieurtrends volgen. Nou, ik vind dat altijd erg leuk om te doen. En dan zie je dat momenteel die industriële keukenlook helemaal hot is. Dus daar is een beetje mijn inspiratie vandaan gekomen. Dan hebben we ook zo'n heel leuk stempeltje waarin je een tomaatje, een champignonnetje en dit is of een ringetje prei of een zo'n selderijenachtige ringetje op zit. En het lijkt me leuk om er daarvan een paar te hebben. Maar die wil ik graag allemaal in een eigen kleurtje. Dus ik heb hier mijn Stamping Right markers genomen. Nou, het tomaatje wordt uiteraard rood. En het champignonnetje ga ik met Grey Granite doen. Dat is ook echt zo'n grijzige, beige kleur. Dus dat is precies goed voor een champignonnetje. En dan dat groentetje ga ik even met de Garden Green doen. Nou, in die Stamping Right markers zit exact dezelfde inkt als in onze inktdoosjes. Alleen kun je daar dus andere leuke dingen mee doen die je met een inktdoosje weer moeilijk kunt doen. Ik ga er nog eentje maken. En ik breng met deze markers, die hebben een smalle en een brede punt, breng ik de inkt gewoon op de stempel. En als je hem dan afdrukt, dan heb je dus één afdruk in meerdere tinten. Nou, daar kun je allerlei leuke dingen mee doen. En ik wil er nog wel eentje.
Leuk om de boel een beetje aan te kleden. Ik kijk nog wel of ik ze ga gebruiken. En ik gebruik voor dat kleuren van die stempel gebruik ik dus de brede punt van de marker en een beetje de zijkant ervan. Dus met de zijkant van mijn stiftpunt. En zo bedek je je stempel gewoon het mooiste. En ik adem er altijd even op, omdat de eerste kleur die ik erop doe, zit natuurlijk al aardig langer op. Voordat ik ga stansen en voor de zekerheid dat hij misschien wat in begint te drogen, adem ik er even op, want dan reactiveer je gewoon even een beetje die inkt. Nou, ik ga wat stansen. Heel wat, denk ik. Even kijken. Zo, oh, het mes heb ik nog nodig. En de spatel. En ik kan natuurlijk ook nog de garde doen. Dan haal ik die uit een stukje soft suede. Dat je een beetje allemaal verschillende tintjes krijgt. En toch kleurt het allemaal bij elkaar. Ik kan die kleine champignonnetjes en groentetjes, ga ik gewoon aan het eind kijken wat ik daarvan wil gebruiken. Als ik alles op mijn kaart ga doen, zie ik wel wat er leuk is. Nou, begin ik met peper- en zoutmolentje. En mijn pannetjes. Je kunt die groentetjes natuurlijk ook heel leuk gebruiken voor je achtergrond. Kijk, ze vallen er vanzelf al uit. De peper- en zoutmolen en de pannetjes. Neem ik nu de spatel en het mes. Even kijken of ze er samen tegelijkertijd op kunnen. Die mogen ook bij de collectie. Dan nog even die leuke garde. Oftewel de kluts. Zo noemen wij hem ook wel eens hier thuis. Ben je je kluts kwijt en dan zegt er altijd iemand in de keukenla. Flauw grap, maar goed. Zo heeft elke familie er wel een, denk ik. Kijk, hier hebben we de garde. En dan nog even deze twee. De snijplank. En de open spatel. Ik denk trouwens dat ik die open spatel misschien nog wel hiervan ga doen. Ja, ik denk dat het leuker is. Nu alleen even de snijplank doen en die snijdt en embost tegelijk. Dat is heel handig. En je krijgt echt een super gave snijplank. Moet je eens kijken hoe leuk die is. Dat is toch heel gaaf. Alleen dat plankje al heb ik al heel veel ideetjes mee. Een heel actueel plannetje. Als ik vanavond tijd heb, dan ga ik die meteen even maken. Nou, dan heb ik nog even de spatel.
Die wilde ik even uit uit Soft Suede stansen. Nou, dan heb ik al aardig wat spulletjes bij elkaar. Zo, dan ga ik alle andere dingetjes even er weg halen. Alle restjes bij elkaar. En dan doen we alle stansen weer even in het mapje. Het hoeft niet precies zoals het erin zat. Dat maakt niet zo heel veel uit natuurlijk. En peper en zoutstel. Kijk, hoe leuk dit. Alleen dit is al grappig. Superleuk. Je moet ook denken aan zo'n keukenrekje waar allemaal gereedschap aan hangt. Leuk, leuk, leuk. Nou. Door dat idee, dat industriële idee, kwam ik op het idee om dit designpapier te gebruiken. Dat is dit papier. Dat is heel stoer met allemaal structuren, met tegeltjes, met houtnerven, noem maar op. Dit is het In Good Taste Designer Series Paper. Bij hoge uitzondering komt er een pak designpapier komt terug. Daar ben ik super blij, want dit is echt een basic. Dit is echt zulk gaaf papier. Je hebt stukwerk, je hebt prachtige houtnerven. Hier het stukwerk, je hebt, zeg je dat, hier van het ruwe hout. Van die ongelijke plankjes. Echt van alles en nog wat. Hier ruwe stenen. Van alles. Ik heb dit pak bijna opgebruikt, mijn eerste pak. Ik heb alweer een tweede pak gekocht. Dit is echt super leuk. Nu leek het me leuk om een tafereeltje te gaan maken. Voor, nou eigenlijk voor wie? Ja, je kunt het sturen aan iemand die een nieuw huis heeft. Maar ik vind het eigenlijk ook wel heel leuk om te sturen aan bijvoorbeeld een man die graag barbecuet of zo. Weet je wel, zo'n tuinkeuken idee. Dus, maar je kunt ook voor de industriële keukenstijl kun je het gebruiken. Dus ja, heel breed inzetbaar. Ik ga hier even de tekst Happiness is Homemade doen. Had ik even een strookje voor apart gehouden. Zo. Dit kan dus ook heel leuk een felicitatie zijn voor een jarige man. Als dat echt zo'n barbecue fanaat is. Of een uitnodiging om bij te komen eten in de tuin. Of gewoon komen eten. Want dat mag binnenkort natuurlijk weer wat meer. Dus genoeg mogelijkheden. Deze ga ik even een beetje snijden. Even een beetje recht. Zo. Nou, die ga ik straks wel op de goede lengte maken. Want ik had dus dat designpapier genomen en ik heb hier een stukje met betondoek. En hier heb ik een stukje met houtlook. Het leek me leuk om die samen te combineren op één kaart. Dus een beetje industrieel getint. En natuurlijk, tegenwoordig zie je overal van die zwarte stalen deuren en zo. Dus dat was een beetje het uitgangspunt om ook wat zwart toe te voegen. Daarom heb ik dat ook in mijn accessoires een beetje toegevoegd. En het leek me leuk om hiermee dus een achtergrond te maken. En dan krijg je een soort effect van een houten werkblad met een muur van een wand van betondoek. Ja, ik kon even niet op het woord komen. Lijkt me leuk om die nog een beetje aan te zetten om wat meer diepte erin te maken. Dus ik ga de ondergrond
ga ik ietsje, de onderkant moet ik zeggen, ga ik een heel klein beetje aanzetten met soft suede. Dan krijg je meer het idee dat het in een hoek loopt, zeg maar. Het zijn van die details die het net nog eventjes echter maken. Dus alleen aan de onderkant, eigenlijk valt het niet echt heel erg op. Heel klein beetje. Met de blending brush kun je daar heel mooi mee werken. Je ziet hier op mijn ondergrondpapier dat er echt kleur op zit. Misschien zie je het op de camera niet, maar in het echt zie je het heel duidelijk. Nou, dan neem ik mijn stukje Basic Black er weer bij. En dan ga ik hier mijn leuke houtnerfje strookje opplakken. Ik denk dat ik straks ook nog even een kom erbij ga stempelen. Volgens mij is dat wel heel leuk erbij. Maar ik ga het gewoon eerst allemaal even neerzetten of neerleggen op mijn stukje, op mijn paneel moet ik eigenlijk zeggen. Want dan kan ik zien hoe ver ik erin zit, of ik nog iets nodig heb en hoe gevuld het al is. Dus dan heb je hiermee een leuke, stoere achtergrond gemaakt. En dan zie je dat dat kleine beetje inkt wat ik hier gedaan heb, net een beetje diepte geeft aan het geheel. Hier komt straks de tekst. Die kort ik nog in. En lijkt het me leuk om hier dan te beginnen met de snijplank. Maar die snijplank wil ik ook een beetje meer kleur op zien. Hoe ga ik dat doen? Ik denk dat ik daarvoor eerst de crumb cake neem. En dat ik daarmee heel zachtjes over mijn snijplank ga, want dan raak je alleen de hoge delen en dan is hij eigenlijk al goed. Ik wil hem ook niet perfect hebben, ik wil het een beetje stoer hebben, maar daardoor komt dat relief dus heel mooi uit. Een beetje erbij, ik vind het wel erg stoer staan. Dus dat doe je zo met het randje van je inktkussen, strijk je er heel zachtjes overheen. Even kijken. Hallo Tante Matroes. Hallo Simona. Leuk dat jullie erbij zijn. Kijk, deze komt straks hier. En die staat natuurlijk een stukje op het blad. Staat schuin tegen de wand. Dat is een beetje het idee. En deze kan ik bijvoorbeeld hier zetten. Ik ga die alvast even inkorten. Die ga ik expres recht afsnijden, afknippen voor de stoere look. Lijkt het me leuk om hier ook nog wat van dat gereedschap op te hangen. Het is natuurlijk niet zo hoog, dus ik kan niet alles in beeld hangen. Even kijken wat er past. Deze, het lijkt me leuk om hier gewoon op het aanrecht te leggen. En eigenlijk is hij al vol genoeg, vinden jullie ook niet. Dat hoeft eigenlijk niet echt wat bij. Ik denk dat ik deze hier zo op de voorgrond ga leggen. En deze ga ik hier zo aan de wand hangen. Dan schuif ik ze gewoon nog een klein stukje op. Vind ik leuker voor de verdeling. Nou, maak ik er zo dus een kleine compositie van. En als ik weet waar alles komt, dan kan ik beginnen met plakken. Deze steekt een heel klein stukje uit, maar dat is niet erg. De kaart wordt straks ook iets groter. En als hij dan nog te groot is, dan haal ik er gewoon een stukje af. Maar ik vind het belangrijk dat het qua dimensies klopt. Als ik hem lager ga doen, dan klopt het niet meer. Dan ga ik hier het mes plakken en die ga ik een beetje met dimensionals verhogen. Kijk, we krijgen het nooit helemaal perfect natuurlijk qua realisme. Dat hoeft ook niet. Het gaat erom dat je een beetje een sfeertje maakt. Hallo Ria.
Ja, Simona, leuk dat je toch nog een stuk live mee kunt kijken. Leuk. Kijk, deze leg ik hier zo onderaan bij de snijplank neer. Die twee hang ik straks zogenaamd op. Dus die komen weer vlak. En ik zorg ook straks dat er een hangdingetje aankomt. Want anders hangen ze in het niets. Dat kan natuurlijk niet. Dat staat een beetje raar. Zo. Nou, deze ga ik ook vlak plakken. De spatel. Die ligt daar gewoon een beetje achterloos op het aanrechtblad. Misschien wel leuk om hem een klein beetje uit te laten steken. Dat geeft dan weer een grappig effect. En de peper- en zoutmallen die ga ik weer even verhogen. En die staan net een klein stukje van de wand af. Dus dan moet je ze met de onderkant op die hoogte plakken. Dus net een stukje lager dan deze lijn. Dan klopt het allemaal weer. Dus ietsje verder naar links. Zo. Ik ga zo eerst even een slokje water nemen, want ik begin een beetje dorst te krijgen. Nou, begint het dan een beetje industriële look te worden of niet? Volgens mij komt dat al aardig in die richting. Die ga ik ook even verhoogd doen, gewoon omdat ik het leuk vind staan. Eentje in het midden. Dit is voor alle gelegenheden kaartje straks. Je kunt aan de binnenkant een verjaardagstekst doen of wat je ook maar wil. Nu wil ik natuurlijk dat deze objecten niet in het niets hangen. Dus daar heb ik wat op gevonden, wat ik er leuk bij vond staan. Even graven. Dat zijn matte black dots. Die passen natuurlijk perfect. En die gebruik ik in dit geval als een soort knopje waar je dingen aan op kunt hangen. Dus die doe ik hier. En die doe ik hier. En dan zorg ik dat die natuurlijk precies naast elkaar komt. Op gelijke hoogte. Zo. Je kunt er ook nog eentje naast doen waar iets heeft gehangen wat nu in gebruik is. Bijvoorbeeld het mes. En dat geeft net even de stoere touch die het kaartje nu goed kan gebruiken natuurlijk. Dan vind ik het leuk om hier even zo'n touwtje aan te doen. Maar ik kijk even of dat past straks. Dus deze kaart ga ik straks op een stukje basic white plakken. Dan komt hij echt al wat frisser wordt hij dan. Geeft ook lekker pit, dat zwart met dat wit. In combinatie met elkaar. Zo. En dit ga ik dan weer plakken op een basiskaart in de kleur Grey Granite. Op deze manier. Kijk, en dan zie ik dat mijn houten snijplank nog keurig binnen boord is gebleven. Dus wat ik dan leuk vind is om even daaraan een koord te doen. Hiervoor neem ik weer mijn twine. Neem ik hier in de kleur. Nou, wat zal ik doen?
denk dat ik de kleur crumb cake hier het leukst bij vind. Of zwart. Maar meestal is zo'n touw is hem echt bruin. Dus ik ga die bruine gebruiken. Ik zie dat ik hier nog een stel pannetjes heb. Dus ik kan nog kijken of die er nog bij wil. Maar eigenlijk vind ik dat niet hoeven. Want ik vind dat het juist eigenlijk zo wel leuker is. Nou, ik ga zo dit touwtje even dubbel doen. Dat het wat stoerder wordt. Dus die haal ik door de ring, door het gaatje van deze snijplank. Even kijken of me dat lukt. Even helpen met de schaar. Even friemelen. Zo. Gelukt. En dan leg ik daar gewoon even heel simpel een knoopje in. Met een klein lusje. Dubbel knoopje. Maar ik trek het niet helemaal door tot heel dicht bij het plankje. Want ik wil dat het een soort zo'n ophanglus wordt, weet je wel. Zo'n lus waar je die plank mee kan ophangen. Dat knip ik gewoon af. Dat vind ik het net even afmaken. Dat hangt er gewoon lekker zo omlaag. Lekker stoer. En dan komt deze weer verhoogd op mijn basiskaart. En dan kun je natuurlijk aan de binnenkant van deze kaart elke tekst doen die je maar wilt. Je kunt iemand uitnodigen. Je kunt iemand gewoon feliciteren. Je kunt iemand een bon geven. Een barbecue bon. Of een bon van de slager of zo. Ja, je kunt van alles ermee. Ook leuk als iemand een nieuw huis heeft. Het is gewoon ontzettend veelzijdig te gebruiken. Hij is in ieder geval lekker hip en eigentijds. En hij sluit aan bij de nieuwste trends. Dus dat is wel helemaal leuk. Dit is hem geworden. Ik heb hem expres niet te vol gedaan met accessoires. Hier die leuke snijplank nog even. Met het mes. Dat is hem geworden. Dit is onze stoere kaart voor vandaag. Nou, op mijn eerste kaart heb ik jullie laten zien dat je ook doordat je één stempel ziet, soms op leuke ideeën kunt komen. Nou, dat had ik in dit geval ook bij een stans uit de set. Namelijk deze. Even kijken, deze. Deze garde. En ook die stans deed me weer denken aan een tekst. En als eenmaal zo'n radertje gaat draaien, dan ja, komt de rest van de kaart er vanzelf omheen. En die tekst was deze. Volg je hart, dat klopt altijd. Klopt. Snap je? Met een klopper. En die komt ook weer uit de set met een knipoog. Superleuke Nederlandstalige stempelset die echt, vind ik, superleuk vertaald is. En ook echt teksten heeft die ik ook echt op een kaart wil zetten. Dus echt fijn. Leuke, nette, veranderde teksten. We hadden net de tekst van sorry dat ik zo goed ben in het vergeten van belangrijke data. Nou, ik had ook met de tekst volg je hart, dat klopt altijd, had ik dus ook een idee. Nou, wat heb ik gedaan? Ik ben begonnen met die gardes. Ik ruim even wat op. Om een aantal van die gardes uit te stansen. En die heb ik hier. Ik heb ze, ik dacht ik doe even een hele andere kleur. Ik heb ze uit de kleur Gorgeous Grape uitgestanst. Maar als je nou goed kijkt naar die tekst die we gaan gebruiken. Volg je hart, dat klopt altijd. Moest ik ook denken aan een hart. En toen kwam ik op een stempelset die nu uit de collectie gaat. Dat is deze, Lots of Heart. En die
staat in de mini-catalogus en die staat op de Last Chance Products lijst, de laatste kansproducten. En ik zal hem even opzoeken voor jullie, want volgens mij waren ze met zowel de stempels als de dies met flinke korting. Ik zoek hem even voor jullie op. Even kijken. Dit was, okay, dit was niet, ja, hier had ik me alle prijzen even ingeschreven. Even kijken of ik hem kan vinden. Bladzijde 15. Kijk, hier staat hij. En zowel die stempels gaan voor 50% als die dies. En nou, ik vind als je hem nog niet hebt, dit is een superleuke set die bij zoveel dingen kan. Ik heb hem ook al meerdere keren gebruikt. Nou, hij is er dus op dit moment nog, maar zolang de voorraad strekt. Maar goed, ik had dus bedacht om die nog te gaan gebruiken voor mijn kaart. En ik dacht dan, leuk, ga ik met paars tintjes werken. Omdat ik dat een krachtige kleur vind. En ik vind ook die tekst, volg je hart, dat klopt altijd. Vind ik ook een beetje een power tekst. Dus ik ga deze ruitjes stempel ga ik eruit halen. Dan neem ik ook even mijn stamping peersmat erbij. We gaan nu natuurlijk met fotopolymeer werken. En dan ga ik stempelen met de kleur Highland Heather. Zo. Hallo Marion, leuk dat je er ook bent. Kijk eens, wat een gave stempel. Nou, dan kan die weer terug. En dan pak ik even de bijpassende dies. Even opgraven uit mijn bakje. Nou, ik heb hier de dies die ik vandaag gebruik al even klaar liggen. Maar ik laat meteen even de hele set zien. Want die is echt te leuk. Moet je zien hoeveel leuke onderdelen daarin zitten. Hartjes met verschillende vormen. Een hele leuke opengewerkte rand. Hier een kantachtig hart. Bloemetjes, vogeltjes. Nou, te veel om op te noemen. Echt een must-have. Maar vandaag gebruik ik dus deze twee stansen. Dan begin ik met het uitstansen van mijn gestempelde hartje. Even ruimte maken. Zo. Ik heb deze ook al in een videotutorial gebruikt waarin ik die prachtige, die gave pop-up kaart maakte. Waarbij het hart omhoog komt als je de kaart openmaakt. Kijk, hier hebben we het open of het gestempelde en uitgestanste hart. Nou, dan hebben we ook deze stans en die heb ik alvast even voorgestanst. Even kijken. Die hebben we hier. Dan kan deze straks mooi hier bovenop. En dan heb je prachtige focus voor op je kaart. Nou, mag. Ga ik even deze opzij doen. Nou, wat ik dan ga doen is even kijken of ik nog een stukje papier heb wat groot genoeg is. En dan ga ik mijn leuke tekst uitstansen. Even kijken, volg je hart, want dat klopt altijd. Nou, die past hier keurig op. En die ga ik dan even met een tintje donkerder, want die moet er natuurlijk echt goed uitspringen.
Hallo Neeltje, leuk dat je er ook bij bent. Ja, er is zoveel moois. Het leuke van al die sets vind ik dat je er zoveel kanten mee op kunt. Alleen al met nu deze What's Cooking set, die is zo veelzijdig. En jouw vraag was inderdaad van, misschien kan ik hem leuk combineren met die andere set. Die ook een beetje op koken en bakken gericht is. Nou, die passen heel erg leuk bij elkaar. Dat heb ik vandaag niet gecombineerd. Ik kan niet alles doen in deze live natuurlijk, maar die zijn super leuk bij elkaar. Zo. De tekst kan weer terug. Uit de set met een knipoog. Ik vind in dit geval leuk om die met de hand uit te knippen. En dan kan ik die regeltjes ook loshalen van elkaar. En dat vind ik vaak al leuk speels. Het is ook een beetje een speels lettertje. Dus dat past er leuk bij. Hier netjes tussendoor. Je kunt zelfs nog alle woordjes losknippen. Ik kijk straks gewoon even of ik dat ook ga doen of niet. Zo. Hier de tekst. Ik vond het zo leuk bij elkaar. Dan neem ik één zo'n garde, die leg ik even apart met de tekst. En dan ga ik dat even opzij leggen. En dan neem ik een stukje papier in de kleur Highland Heather. We werken met twee paars tinten, Highland Heather en Gorgeous Grape. Dat is iets lichter en iets donkerder paars. Nou, die zie je hier dus ook op elkaar. En ik ga hier eigenlijk een achtergrond maken met al die gardes. Dat kun je ook doen met dezelfde kleur. Dan lijkt het net of het geëmbost is. Maar je kunt dus ook met een tintje donkerder of juist een tintje lichter werken. Maar ik ga deze gardes ga ik dus allemaal een beetje willekeurig op mijn achtergrond plakken. En wat ik in het midden niet hoef te plakken, leg ik die er eventjes op. Dan kan ik de gardes zo optimaal mogelijk gebruiken. Dus ik ga die hele achtergrond ga ik versieren met mijn uitgestanste gardes. Oftewel klutsen. En ik heb er gewoon genoeg. En ik vind het ook leuk om ze een beetje uit te laten steken. Oh, hier zit nog zo'n dingetje in. Dus die haal ik er nog even af. Dan zie je dat één zo'n onderdeel van zo'n set kan je echt meteen op ideeën brengen. En daardoor pakte ik ook mijn hartjes set er weer bij. Dus echt inspiratie. Ligt soms gewoon in de materialen zelf. Deze komt dan een beetje in de andere richting. Die wil ik dan hier een beetje hebben. Opletten dat je geen patroon gaat maken, dat het echt een beetje willekeuriger uit gaat zien. Een paar tipjes lijm is al genoeg. Zo. Beetje plakvingertjes. Er is wat lijm opgekomen. Dus dan heb je daar wel eens last van met opplakken. Je kan ze gewoon met een vochtig doekje afnemen, dan is het over. Zo. Ik
Lijkt me leuk om die een beetje hier onderuit te laten komen. Zo. Ja, zoiets. Moet ook niet te perfect verdeeld worden, want het moet er een beetje willekeurig uitzien. En dan komt er hier nog eentje. Zit nog, oh, die gaat er al uit. En zo maak ik dus met mijn stansjes mijn eigen achtergrondje. En het is natuurlijk super makkelijk. Zo. Kan die weer even weg. Nou, ga ik die kleine stukjes waar het uitsteekt, die knip ik even af. Hallo Henny, leuk dat je ook even langskomt. Het is al de vierde kaart die ik maak. Het is ook de laatste. Met de set What's Cooking. En ik gebruik ook een set die in de uitlooplijsten staat. Even voorzichtig het andere eindje knippen. En dat is de Lots of Heart set, want die past er zo leuk bij mijn idee. En de tekst komt uit de set met een knipoog. Deze keer bracht de tekst mij een beetje op het idee, samen met de uitgestanste garde. Nou, kijk, het hart komt straks hier. En dan komt deze straks hierop. Nou, ik vind het al leuk worden. Daar hoef ik niks meer aan te veranderen. Dus daar, dat is goed zo. Dan ga ik deze achtergrond op een laagje gorgeous grey plakken. Zodat die kleur mooi terugkomt. Hoi Ariane. Leuk dat je ook even aankomt waaien. Zo geleidelijk aankomen er toch steeds meer mensen bij. Gezellig. Heb je vragen over het een of ander? Stel ze gerust. We zijn bezig met de stempelset en de dies van de set What's Cooking. En de cooking dies dus. En in dit geval werd ik op het idee gebracht door die leuke stans van die garde. Die, oftewel kluts, zoals die hier ook wel genoemd wordt. En het leek me leuk om die met een leuke tekst en met het hart te combineren. Maar je gaat straks vanzelf zien hoe het allemaal bij elkaar past. Het lijkt me leuk om iets met dit lint te doen, omdat het toch een beetje een zoetig kaartje wordt. Dit is het Grosgrain Ribbon. Het is heel mooi glanzend. Het is in de kleur Highland Heather. En er zit een zilveren schittering in, maar heel subtiel. Super mooi nieuw lint. Dat ga ik om mijn kaart heen doen. En dan laat ik het aan de linkerkant uitsteken, want daar heb ik een leuk plannetje mee. Dan ga ik even kijken hoe hoog het moet komen. Dus neem ik even mijn hartje nog een keer. Nou, dan zag ik dat ik qua hoogte al aardig in de goede richting zat. Dus ik laat hem hier even liggen en dan ga ik hier onder even een glue dotje doen. Ja, je kan nog net even meegleuren, inderdaad. En natuurlijk is alles ook weer terug te kijken. En ik denk dat je dat wel heel leuk vindt, want dit is echt een hele leuke set. Hij is trouwens ook heel leuk voor een receptenboek. Ik heb nog een echt plakboek, want ik knip wel eens uit tijdschriften zo recepten. Dus dat vind ik heel leuk om ermee op te leuken. Ook leuk natuurlijk in journals en agenda's, planners, om je
pagina's die over je eetplanning gaan bijvoorbeeld mee op te leuken. Het is echt heel veelzijdig. Want ja, eten doen we allemaal. Dus iedereen heeft daar wel iets mee. Kijk, nu neem ik nog een keer mijn twine pack erbij. Ik moet net de witte hebben, dus ik moet alles even opzij. Even kijken. Dit is weer het Baker's Twine Essentials Pack. Daar neem ik nu de witte van. En ik heb net even die glue dotjes geplakt als houvast. Want ik ga die uiteinden hier even aan elkaar strikken aan de zijkant. Dat is net even een leuk extra detail. Die trek ik lekker zo strak aan. Dan leg ik er een strikje in. En soms heb je geluk, dan ben je aan het video en dan gaat het strikje in één keer goed. Meestal is dat een uitdaging. Zo, en die nog even korter, tot ik tevreden ben over het formaat van het strikje. Ja, dat vind ik leuk zo. Ga ik nu even de uiteinden van het lint leuk afknippen op de juiste lengte. Goed me twine opzij dat ik daar niet doorheen knip. En dan kijk ik naar mijn twine en dan kijk ik gewoon straks even als alles op elkaar en in elkaar zit hoe lang ik dat twine wil houden. Nou, dan kom ik nu aan dit leuke hart toe. Die ga ik hier opplakken met dimensionals. Al die kleine dingetjes er weer af, die achterkantjes. Die gaan straks weer in de stofzuiger, voor zover ze niet in mijn prullenbakje zijn beland. Nou, deze kan hier mooi overheen. Even goed kijken dat ik er recht zit. Zo. En dan komt hier het mooie geruitenhart, wat ik met de stempel met de hartjes. Deze set is dat, de Lots of Heart stempelset, die is nu in de sale, echt de laatste zijn het nog, voor 50% van de oorspronkelijke prijs, dus dat is echt een spotprijsje, dat geldt ook voor die dies. Deze komt hier netjes overheen. Nou, dit is toch te leuk bij elkaar. Nou, dan komt natuurlijk de tekst, want die verbindt alle elementen van de kaart met elkaar. Volg je hart. Dat klopt altijd. Nou, helemaal leuk. En ik vind het leuk om een beetje zo hotsie-knotsie op te plakken. Een beetje schots en scheef. Ik leg het even neer, want ik ga ook even kijken waar ik mijn kluts dan ga plakken. Mijn garde. Want die moet er natuurlijk nog even bij als blikvanger op de kaart. Dus ik denk dat dat zo goed uitkomt. Dan ga ik die plakken met dimensionals. Even mijn mini dimensionals zoeken. Ja, hier. Neeltje vindt hem super leuk. Nou, dank je. Ik vond hem zelf eigenlijk ook wel leuk geworden. Hij wordt gelukkig zoals ik het in mijn hoofd had. Dus altijd afwachten natuurlijk. En die komt een beetje de andere kant op schuin. En dit is echt zo'n kaart die je iemand als hart onder de riem kunt sturen. Als bemoediging. Of iemand die een spannende stap gaat nemen. Of iemand die een nieuwe baan gaat doen. Of die een carrière switch doet. Of een andere ingrijpende verandering. Ik doe hem zo, want dan zit hij niet hetzelfde als de garde daarboven.
Maar het is zo leuk hè, dat je dus ook die uitgestanste elementjes als achtergrondje kunt gebruiken. Ik heb zo nog veel meer ideetjes. Zo. Even goed aandrukken. Nou, dan is hij eigenlijk bijna klaar. Dan hoef je hem alleen nog maar op een basiskaart te doen. En ik had nog wat extra embellishments erbij. Wat pareltjes, maar ik denk dat ik dat gewoon niet meer doe. Want ik vind eigenlijk prima zo. Dat weet je eigenlijk pas als je het klaar hebt. Dus ik had het er gewoon even bij gelegd. Maar het hoeft echt niet. Ik vind het eigenlijk beter als het zo blijft. Less is more. Soms is dan net iets toevoegen ook te veel. Dat kan. Dat willen we voorkomen. Even netjes recht. Dan ga ik ook even naar het twine kijken. Nou, dat wil ik niet te lang hebben. En dan is dit hem geworden. Ik kom allemaal nog snippertjes tegen. Oh, hij is een beetje verschoven. Gauw even recht doen. Normaal leg ik hem ook even neer als ik hem geplakt heb. Dat het even goed vast zit. Nu hou ik hem even stil, zodat hij even goed kan gaan hechten. Maar ik vind hem helemaal geslaagd, zo, die combinatie van stempels en dies. En leuk dat ik gewoon weer met één stempelset, of één combinatie eigenlijk, deze bundel. De What's Cooking Bundle. Die je samen kunt bestellen met 10% korting. Ik zal hem nog even laten zien, want ik weet uit mijn hoofd niet de prijs ervan. Hij staat in de nieuwe jaarcatalogus op bladzijde 34. En de hele bundel is 55,75. Dus dat valt heel erg mee voor zo'n uitgebreide set. Waar je echt voor iedereen, man, vrouw, jong, oud, mee uit de voeten kunt. Ik vind het een super gave set. Ik vind hem eigenlijk eerlijk gezegd nog steeds leuker worden dan ik hem al vond. De leuke tekst van deze kaart komt uit de set met een knipoog. Dat is een van onze nieuwe Nederlandstalige sets. En het hart komt dus uit de Lots of Heart set met de bijpassende Many Hearts dies. En deze twee, die staan in de mini-catalogus en die zijn uitlopend. Die zijn nu nog tijdelijk verkrijgbaar, zolang de voorraad nog strekt, met 50% korting. Deze set staat ook in de nieuwe jaarcatalogus. Nou, dan ga ik ook even snel de andere kaartjes er nog bij pakken die we hadden gemaakt vandaag. Ik had nog een kaart met een knipoog gedaan. Dat was de eerste kaart die we maakten. Sorry dat ik zo goed ben in het vergeten van belangrijke data. Nou, als je stom bent geweest, dan verdien je een tik met een deegroller. Dus dat was een beetje een grapje wat ik had. Ik zag de deegroller en ik moest meteen aan van die tekenfilmpjes denken. Dat iemand achterna gezeten wordt met een deegroller als hij stout geweest is. Dus vandaar dat idee was er. En toen dacht ik, hé, dat is ook grappig als je vergeten bent dat iemand jarig was of zo. Dat kan altijd gebeuren. Dan is het natuurlijk wel leuk om een beetje zelfspot te laten zien als je een kaartje stuurt. Dan had ik deze kaart gemaakt. Een beetje geïnspireerd door de industriële trend in keukens en interieur. En je kunt dit natuurlijk ook prima gebruiken als zijnde een soort buitenkeuken idee. En bijvoorbeeld voor een barbecuend iemand of voor een stoere kerel of voor iemand die net een nieuw huis heeft met een nieuwe keuken. Trouwens, onze buurtjes krijgen een nieuwe keuken. Dus deze is misschien wel leuk voor hun als de verbouwing klaar is.
Dus ik bewaar hem. En dan hebben we ook nog deze lekkere zoete kaart met de tekst: Sending you a touch, a dash of kindness and a spoonful of love. Dan heb ik dus die lepels en die rode kom bij gebruikt. En heb ik een leuk tegelmotiefje op de achtergrond gebruikt. Om het keukengevoel een beetje te versterken. Nou, zo heb ik 4 van de ontelbare ideetjes die ik heb met deze gave What's Cooking set heb ik laten zien. Ik hoop dat jullie een beetje een idee gekregen hebben van de mogelijkheden van deze prachtige bundel. En mocht je iets willen vragen, stel mij gerust al je vragen. Mocht je iets willen bestellen, ben ik daar heel dankbaar voor, want dat stelt mij in staat om meer van dit soort video's te maken. En ik denk dat ik zowel verschillende mogelijkheden en alle onderdeeltjes zo'n beetje heb laten zien. Uiteraard ga je nog meer ideetjes aantreffen op mijn blog. Mocht je deze video hebben gekeken op YouTube, dan vind je in de beschrijving hieronder de video vind je een link naar mijn blog www.dekijkast.nl. En daar staan foto's en een overzicht van alle gebruikte producten. Heb je vragen of wil je bestellen? Je mag ook altijd een mail sturen naar annette@dekijkast.nl en ik geef je dan zo snel mogelijk antwoord. Nou, ik ga mijn spulletjes opbergen. Ik ga vanavond misschien nog even die andere ideetjes die in mijn hoofd zitten, ga ik uitvoeren. Maar voor deze video ben ik eventjes klaar. Ik hoop dat jullie inspiratie op hebben gedaan. En ik wens jullie allemaal een heerlijk weekend. Ik draai nog even om. Dankjewel voor het kijken. Heel graag tot de volgende keer. En leuk dat je erbij was. Alvast een fijn weekend en tot de volgende keer. Doeg!